Goedemorgen dames en heren. Welkom op de vlog van de Stofjes. De zondagmorgenpraat. Net drie rondjes gelopen. Was vandaag wat lastig. Door de vuilige reden gisteravond het feestje gehad. Waar we rond een uur of 3:30, 4 waren daar. En een beetje laat thuis. Een biertje, barbecue. Was lekker. Morgen. Maar ik ben er wel. Net mijn oefeningetjes gedaan. Opgenomen op de GoPro. Ja, voor dingen geprobeerd. Dan gaan we natuurlijk straks op de gewone vlog. Ik ga zo meteen nog eventjes naar de fitness. Ik wil het proberen. Ik heb fitnesspas voor Go4Fit. Zit in Beuningen, maar hier in Graaf hebben ze ook een vestiging. 24/7, dus kan ik 24 uur per dag. Als ik weer een 24/7 kan ik daarheen om te gaan fitnessen. En natuurlijk door de corona is dat eventjes 8 weken gebleven. Een paar weken geleden is al open gegaan. Maar daar kwam het redelijk niet van. Dus toen was het zondagmorgen gewoon hier hardlopen in het bos met de oefeningen. Eén keer heb ik het gehad met Amber, die ging toen, had ik eigenlijk vanmorgen beloofd, was toen met Vaderdag. Toen was dat vergeten. En toen zijn we s'avonds gegaan. En op zich was dat niet verkeerd. Sorry, op zich was dat niet verkeerd. Maar ik denk gewoon zo na dit, nu meteen door. Ik denk dat beter. Dus ik ga dat ze dadelijk ervaren. Dus dan. Dus gaan we dadelijk gewoon even lekker sporten. Bij Go4Fit Basic in Graven. Zoals gezegd, ze hebben een grote vestiging in Wijchen. Daar zit iets meer bij dan alleen maar de fitnessapparaten en dingetjes. Daar kun je ook groepslessen volgen. Maar goed, dat doe ik niet. Niet dat ik dat niet leuk zou vinden. Ik zou het op zich wel leuk vinden om een keer groepslessen te volgen. Maar ja, ik weet niet. Door de week is het toch lastig. Daar gaat het voetballen weer beginnen. En donderdag gaan we weer beginnen met ook even de ramweek doen. Donderdag gaan we beginnen met voetballen bij Juliana, met trainen, vallenbak, hoofdklasse. Dus we moeten weer goed georganiseerd worden. Dan ben ik leider van MO17 bij de EGS 20 hier in Graven. De samensmeltende clubs van 3. Dat is al een aantal jaren aan de gang. We hebben nu een heel nieuw sportpark gecreëerd, of tenminste het oude sportpark gecreëerd naar een nieuwe. Kunstgrasvelden erbij, noem maar op. Krijg je ook vast wat van te zien. Ga ik ook vast wel een keer beelden maken. Feestje gisteren, barbecue'tje. Is leuk, is gezellig. We vinden van ons. Totaal overwachten ging. De vriendin van de barbecue-genoten, die ging in een keer spontaan op de knieën voor haar vriend. Dat was ook een verrassing voor ons. Dus die gaan trouwen zo volgend jaar of zo, het jaar erop. Ik weet niet, ergens anders een datum, een bepaalde datum. Maar was het leuk om dat mee te maken. Nou, maar is aardig buiten oevers. Wij hebben nu het hoogtepunt voor ons is nu bereikt, had ik begrepen, hier in Graven met de Maas. Shout-out naar alle hulpverleners in Limburg die daar hebben geholpen, de mensen. Ik zeg nogmaals, wij zitten hier voor de sluis van Graven, die is compleet opengezet. Uiteindelijk krijgen we natuurlijk daar een staartje van mee van al het water wat er
omdat er Limburg doorkomt, dat komt ook hier langs op. Alleen ja, hier is het al wat gecontroleerder. We hebben hier, zover ik weet, verder geen problemen. Alles staat naar beneden, de dijken. De dijken hebben ze een aantal jaren geleden verstevigd. Behoorlijk een aantal jaren geleden. Dus ja, wij houden droge voetjes. Maar goed. Nogmaals een shout-out naar de hulpverleners in Zuid-Limburg en de Wal. Dat was ook paniek, had ik begrepen. Dus alles komt uiteindelijk ook alweer goed. Nou, ik ben er bijna. Ik ga eens kijken hoe ver dat het lukt. Om na zo'n inspanning van het lopen. En dan nog eventjes met je rest van het lichaam bezig zijn. Ik denk op zich wel dat goed gaat. Want in het verleden ging ik altijd gewoon eerst naar de sportschool. Of ging ik gewoon naar de sportschool. Deed ik op de loopband deed ik eerst 12 minuten hardlopen. En dan daarna ging ik aan de gewichten. Iedere zondagmorgen. Dus eigenlijk zet ik dat nou voort. Alleen dan ga ik eerst buiten lopen. En die connectie wil ik even maken na het hardlopen. Nu rust je natuurlijk even uit. En dan ga ik dadelijk weer beginnen met de fitnessapparaten. Dan hoef ik natuurlijk niet op de band te gaan hardlopen weer. Dus die komt nu te vervallen. Maar ik ben toch benieuwd hoe dat dadelijk fysiek gaat. Of dat ik dat. Of dat lukt. Vanuit de basis zeg ik van ja, dat moet gewoon kunnen. Ja, dat zal ik zo meteen ervaren. Of dat het zo is. Dus nou, ik ben er bijna. En ook überhaupt ben ik benieuwd of dat er mensen zijn. Zoals gezegd, het is maar een kleine vestiging. Dus ik ben benieuwd. Het is nog wel wat fietsen. Voor de deel. Ik heb het idee. Dat ook weer mensen zijn die eigenlijk ook altijd iedere zondag al gingen sporten. Nou, ik ga even kijken of dat iets gaat worden. Dus ik spreek jullie volgende keer weer. In ieder geval dank voor het kijken voor deze vlog. Mijn zondagmorgen praatje. Vandaag een beetje algemeen, niks bijzonders. Dus zou ik zeggen van blauw duimpje omhoog. Dus abonneren op dit kanaal. Dan zie je de volgende keer weer terug. Ik zeg toedeledokie. Ciao.